Vandaag willen we dus de bevindingen van het onderzoek aan u overhandigen. En misschien kan ik in het kort wel aangeven op de vraag van u, eigenlijk waar het onderzoek om heen draait, aan te geven. Er was een vraag of er materiële zaken zijn beloofd of aangeboden en ontvangen van JRS-leden om dus de leiding, het stemadvies toch, te beïnvloeden, het stemgedrag van de jongeren tijdens de verkiezingen voor de leiding. En een andere vraag was ook of er actieve partijpolitiek is gevoerd door leden van de JRS in de afgelopen periode. Op beide vragen, onderzoeksvragen, is dat een negatief antwoord. We hebben dus niet kunnen constateren in het onderzoek dat er materiële zaken zijn beloofd of aangeboden en ontvangen door leden. De tweede vraag dus of er actieve partijpolitiek is gevoerd door jongeren van de JRS. Ook een negatief advies, negatief antwoord. Er is geen actieve partijpolitiek door de jongeren gevoerd. Wat wij wel hebben kunnen concluderen en hebben ontdekt, is dat er wel groepsvorming is. Er zijn dus, de jongeren zijn vanaf de verkiezingen, zijn er groepen gevormd waarbij eigenlijk er kampen waren, hè, waarbij jongeren dus tot kampen behoorden in de JRS en dat aangestuurd wordt van buiten, dus mensen buiten de JRS. Het zijn dus ouderen en mensen dus die een geschiedenis hebben in de jeugdparticipatie, mogelijkerwijs met een politieke achtergrond. Dus die de jongeren, zoals zij dat noemen, begeleiden in hun functioneren als JRS-leden. En die ook in principe het stemadvies hebben gegeven om op bepaalde mensen te stemmen. En in principe ook het gedrag en de kandidatuur te beïnvloeden. Dus er is wel beïnvloeding geweest van buiten door anderen dan de JRS-leden. In het stemadvies, stemgedrag in de kandidatuur van de leden van de JRS en de verkiezing. Dat is wat we hebben kunnen ontdekken. En we hebben dus als onderzoekscommissie ook wel een advies voor de geformuleerd of adviezen. Wat wij wel hebben kunnen constateren bij de jongeren die we hebben gesproken, is dat ze het toch een smakelijke issue vinden. Dat ze het achter zich willen zetten en door willen gaan met de JRS, natuurlijk met de nodige begeleiding en ondersteuning van NJI of andere professionals om in principe dus de 3 jaren die ze hebben als leden, om dat tot een goed eind te brengen en dat ze eigenlijk hun achterban, de jongeren voor wie ze zijn gekozen om daar te vertegenwoordigen, dat ze dus dat werk kunnen doen. Dat is wat de meeste mensen hebben aangegeven.